Weergraaf, gespecialiseerd kinderfysiotherapeut in het Juliana Kinderziekenhuis. Loopt uw kind met de voeten naar binnen? Dat is meestal helemaal niet erg. Kinderen hebben hier vaak zelf eigenlijk helemaal geen last van. Er zijn verschillende redenen waarom kinderen met hun voeten naar binnen lopen. In sommige gevallen krult de voet zelf naar binnen. Dat noemen we een kommavoet. De voeten zijn bijna eigenlijk altijd dan soepel en makkelijk recht te maken. Als de voet te stug is, is een behandeling nodig. En dit komt voor meestal bij hele jonge kinderen. Andere kinderen lopen naar binnen omdat het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen wat naar binnen gedraaid is. Dit probleem kan bij één of bij beide voeten voorkomen. Soms komt dit samen voor met O-benen. De draaiing in het onderbeen verdwijnt eigenlijk altijd vanzelf. De meeste kinderen lopen met de voeten naar binnen omdat de heup iets naar binnen gedraaid staat. De knie en de voet draaien dan mee. Meestal komt dit probleem voor bij allebei de benen. Tijdens de groei verandert de stand van de heup meestal vanzelf. Meestal vanaf een leeftijd van ongeveer 7 jaar. Soms kan een kind wel met de voeten recht naar voren lopen, maar tijdens rennen is het moeilijker. De benen kunnen dan ook wat zwabberen. Kinderen die met de voeten naar binnen lopen, zitten meestal in de W-zit als ze op de grond spelen en de kleermakerszit is wat lastiger. U hoeft zich geen zorgen te maken wanneer uw kind geen pijn heeft aan benen of voeten. Als het naar binnen lopen tot de leeftijd van 7 jaar een beetje toeneemt en als de stand van de voeten gelijk is. U kunt erover nadenken om naar de huisarts te gaan als uw kind pijn heeft aan de voeten en als er meer verschillen zijn tussen de benen. Twijfelt u na deze uitleg of de stand van de benen van uw kind normaal is? Uw huisarts kan goed inschatten of het nodig is om een gespecialiseerd fysiotherapeut of orthopedisch chirurg in het Juliana Kinderziekenhuis te bezoeken.